zijn met het college weer op stap geweest in de wijken Stadshagen en Holtebroek. En het was een hele mooie dag vandaag, omdat we ook heel veel inwoners hebben ontmoet die met hun vragen, opmerkingen bij ons kwamen. We hebben een hele mooie ochtend gehad in Stadshagen. Samengevat, eigenlijk wil ik zeggen, er gebeurt ontzettend veel. We begonnen eigenlijk bij de presentatie van wijkmanagement, maar ook het nieuwe winkelcentrum, waar echt grootse plannen zijn, het hart van Stadshagen, wat daar gebouwd wordt. Ja, en natuurlijk kinderen. We hebben heel veel kinderen gezien spelen, sporten en boksen bij de Stadshoeve. Een heel mooi project om jongeren meer buiten te laten spelen. Heel erg leuk, gewoon ook als college onderling even sparren. Ja, dat doen we soms met woorden en soms met de bokshandschoen. Ja. Er zijn 27.000 inwoners nu. Het worden er straks 33.000. Ja, we moeten allemaal weten wat die nieuwste wijk van onze stad te brengen heeft. We zijn vanmiddag in Holtebroek geweest en daar hebben we eerst over de energietransitie gehoord en ook gehoord hoe bewoners dat ervaren hier in de wijk. Prachtig bezoek gebracht aan de Capelleschool, de nieuwbouw, die natuurlijk heel ver gevorderd is al. Daarna hebben we gesproken bij basisschool De Toonladder over de overlast van jongeren. Nou, ook weer met bewoners, buurtbewoners gesproken over wat zij ervaren en vooral ook hoe we die overlast kunnen oplossen. Elke dinsdag vergaderen met elkaar, dan kunnen we hier ook collectief op terugkomen. Wat hebben we nou gezien, wat hebben we geleerd en wat willen we er nou echt mee gaan doen? Dus ik vind het echt een hele nuttige en inspiratievolle dag. Het is zo belangrijk om hier te zijn, om te ervaren hoe mensen hun eigen woonomgeving beleven, zeg maar, en wat ze nodig hebben. We zijn geëindigd in de buurtkamer hier in Holtebroek bij de Elvis Presley flat. En dat vind ik heel erg mooi, want die flat hebben we vorige maand is die pas geopend. De woningcorporatie heeft alles helemaal verduurzaamd. En je ziet hier een buurtkamer waar ook echt activiteiten plaatsvinden, waar buurtbewoners uit Holtebroek hun plekje vinden. Hele positieve energie van mensen die hier van betekenis willen en kunnen zijn voor deze mini-samenleving, zeg maar. Ik heb ook gezien dat er ontzettend veel kracht zit. We hebben vandaag ontzettend veel mensen gesproken, inwoners, die zelf heel veel dingen doen. En dat is heel erg leuk om te zien en dan ook weer met bewoners te kunnen spreken. Dus een mooie dag zo.